Ik uh, pleit voor het verbinden van uh, het stadshart met uh, enerzijds het, uh, de dorpstaat, anderzijds met het woonhart. Daar moeten leuke looproutes komen, naar mijn idee veel groener dan het nu is. Het is nu één kale stenen massa. Veel groen, looppaden, zitjes erbij en misschien kunstuitingen onderweg. Als ik mag spreken als voorzitter van het woonhart, dan is mijn ambitie, uh, het verbinden van de diverse delen in de stad, natuurlijk zoals we al besproken hebben. Dan is mijn ambitie uh, het terrein naast het woonhart, waar nu een, een, een oudere opvang tijdelijk geplaatst is, toch weer uh, betrekken bij de grootschalige detailhandel. En aan deze zijde van de Europaweg het maken van een uh, grote. Locatie voor grootschalige detailhandel. Dus niet alleen meubelen, maar allerlei grootschalige detailhandel. Dat gaan we verbinden met een looproute naar het stadshart. Aan de ene kant en aan de andere kant naar de richting Cadenza. Dus zodat je in Carré kunt lopen van Woonhart naar Stadshart. Ik denk dat wij ons steentje bij kunnen dragen aan deze ambities door er vaak over te praten, door het vaak aan te roeren, door af en toe een krantenartikeltje eruit te halen en steeds weer terug te komen op datgene wat we eigenlijk al uh, negen jaar geleden aangeroerd hebben en wat toen al in de kranten stond.